1 juli 2015 trad de nieuwe woningwet in werking. In deze wet is vastgelegd dat woningcorporaties zich ook in de toekomst sterk moeten maken voor betaalbare sociale huurwoningen. Daarnaast moeten corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties nog intensiever samenwerken. We maken daarvoor heldere prestatieafspraken over hoe we bijvoorbeeld met onze woningen omgaan. Wat we op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid doen, of hoe hoog de huurverhoging wordt voor mensen met lagere inkomens. We spreken af hoeveel woningen we gaan slopen, herbouwen, bijbouwen, renoveren en hoeveel woningen groot onderhoud krijgen. Sinds 1 maart 2016 zijn de nieuwe prestatieafspraken van kracht. Ze gelden voor de komende 4 jaar. Wat spreken we af? 70% van de woningen die vrijkomen bieden we aan tegen een huurprijs waarbij de huurder nog in aanmerking komt voor huurtoeslag. 58% van de woningen zal zelfs een huur hebben van minder dan €586,68 per maand. Dit vinden we belangrijk voor woningzoekenden met een kleine portemonnee. Huurders met een inkomen tot €34.229 krijgen de komende 3 jaar een huurverhoging die niet boven de inflatie uitkomt. Alle BOEX-woningen samen hebben in 2020 gemiddeld energielabel B. In een woning met een laag energielabel verbruik je als bewoner minder energie. Dat is goed voor het milieu en zorgt ook voor een lagere energierekening. De gemeente Utrecht wil dat woningen in de toekomst energie-neutraal zijn. Bewoners betalen dan vrijwel geen energiekosten meer. In een proefproject start BOEX met de bouw van woningen waarin alles elektrisch is, ook de verwarming. Dus geen stadsverwarming of gas. Ook wil BOEX bewoners laten profiteren van zonne-energie. In de komende 4 jaar zal BOEX ruim 500 nieuwe sociale huurwoningen bouwen in onder andere Rijnvliet-Leidse Rijn. We gaan ook slopen en herbouwen aan de Rijkdiepstraat en Ivoordreef. 600 woningen renoveren we in bewoonde en 60 in onbewoonde staat. Bij ruim 500 woningen voeren we groot onderhoud uit met woningverbetering en energiebesparende maatregelen. Woningen van BOEX maken we veiliger, gezonder en duurzaam. Bij groot onderhoud worden woningen voorzien van branddetectie en verdienen ze allemaal het politiekeurmerk Veilige Woning. BOEX ondersteunt initiatieven voor zelfbeheer en bewonersparticipatie voor de huurders. Bewoners kunnen zelf ideeën aandragen over bijvoorbeeld het vergroten van de leefbaarheid in eigen buurt of straat. Met deze prestatieafspraken kunnen onze huurders rekenen op een veilige en prettige woonomgeving. Armoedebestrijding is een ander verbindend thema tussen corporaties, gemeenten en politiek. Omdat de kans op armoede binnen onze doelgroep relatief hoog is, besteedde BOEX van oudsher al veel aandacht aan dit vraagstuk. We proberen huurders met schulden beter te begeleiden naar schuldhulpverlening en we proberen met een vroeg erop afbeleid te voorkomen dat mensen grote huurachterstanden opbouwen. Wij zien het als onze taak om toekomstige huurders al een realistisch beeld te geven van hun financiële situatie. Pas bijvoorbeeld de huur van je woning wel bij je overige uitgaven en je inkomen. Samen met het Nibud heeft BOEX een rekentool ontwikkeld, de BOEX Huurwijzer, waarin toekomstige huurders dit zelf kunnen bekijken. De ambities zijn groot voor de komende 4 jaar. Kritisch en met gezonde nieuwsgierigheid volgt BOEX de nieuwe ontwikkelingen in de markt van sociale huurwoningen. Wij zien de prestatieafspraken en de nieuwe woningwet als een uitgelezen mogelijkheid om ons met nog meer enthousiasme in te zetten voor onze huurders. Want wonen begint bij mensen. BOEX.